uitzending van U in de Wijk Leidse Rijn. En we hebben weer drie mooie onderwerpen voor u. We beginnen met kunst in de kas. Nou, dat is een kunstproject waar het allemaal draait om de huisplant, de eigenaar en een mooi verhaal. Het gaat dus over mensen die hier net zijn komen wonen in Leidse Rijn. Ja, het gaat eigenlijk over het leven. En het is zo verschillend ook. En zo bijzonder dat het iedere keer terugslaat naar de plant. Dat die plant zoveel mooie, bijzondere dingen meemaken van mensen. Dat geeft mensen ook een nieuwe blik op hun plant. Van, als je ervan uitgaat dat die plant alles weet, is het heel leuk om ernaar te kijken. Ja, het is bij dit soort projecten heel erg belangrijk dat je van tevoren heel erg goed na gaat denken welke vraag je gaat stellen. Je kunt natuurlijk bij mensen aanbellen en zeggen van, heeft u een mooi verhaal voor ons? Nee, heel vaak gebruiken wij een metafoor een breekijzer is het verkeerde woord, maar iets om via een object of via een ding een verhaal los te krijgen. Mm-hmm. En het is heel opmerkelijk dat als je bijvoorbeeld vraagt, kunt u wat vertellen over die plant? En als zeker Iris daar erg goed in het geduld hebt om te blijven zitten, mm-hmm. dan gaan mensen soms hele emotionele verhalen vertellen. En dat komt gewoon omdat er wordt naar ze geluisterd. Het heet niet voor niks aandacht. Mm-hmm. En aandacht is vandaag de dag, echte aandacht is een groot tekort aan. Mm-hmm. En wat je aandacht geeft, groeit, hè? Juist, ja, precies, exact. Dat is ook het idee erachter natuurlijk, dat de speakertjes bij de plant staan, dat die plant die logeert bij ons in de kas. En die luisteren dus, die kunnen dus constant in verbinding staan met de eigenaars, de verzorgers. En daarom hangt er ook een foto bij, dat ze ook kunnen, hè, dat het qua beeld en geluid, zeg maar, dat ze zich helemaal thuis kunnen voelen. Leg deze even in de studio. Voordat Anouk geboren werd, toen was de cactus er ook, maar die zag ons een stuk minder vaak. Wij zaten veel in de stad toen altijd en waren veel op pad. Ik heb goede netwerk en ja, ik vind dat heel belangrijk. Goede omgaan met de mensen. Gelukkig. Jullie hebben ook een plant gegeven voor dit project? Ja. Wij hebben een plant gegeven en dit plant misschien bij ons ongeveer anderhalf jaar. What did you tell about your plant? Ja, ik denk dat de plant weet alles over ons. Want wij komen uit andere land, wij komen uit Syrië. De eerste jaar het was moeilijk voor ons in nieuwe land. Ik denk zij weet alles over ons en zij voelen met ons. Ja, eerste jaar het was moeilijk voor ons. We waren misschien verdrietig, want wij vertrekken ons land. En ons land is in oorlog, Syrië. Maar ik denk nu, zij is blij. Want gelukkig, nu wij voelen ons in thuis, hier in Nederland. Wat is jouw verbindende functie geweest in dit project? Iris heeft me gevraagd om haar te ondersteunen bij om haar in contact te brengen met niet-Nederlandse bewoners. En aangezien ik heel veel voor nieuwkomers in de wijk doe aan ondersteuning van bewonersinitiatieven, heb ik contact opgenomen met de niet-Nederlandse bewoners. En zodoende gebracht naar Iris en uitgelegd wat de bedoeling is van het project. En Iris heeft de rest gedaan natuurlijk. En hoe voelt het nu het klaar is? Heerlijk. Je ziet inderdaad het resultaat van de afgelopen weken. Want er is heel veel werk vooraf gegaan. En om het te zien staan. En het is ook nog prachtig weer ook. En de bewoners die lezen en horen van resultaat van hun inzet. Dat geeft een warm gevoel. En ik weet zeker dat dit nog verder gaat ontwikkelen. En dat contact tussen de bewoners gaat bevorderen.